Vandaag hebben we geen super grote uitgebreide vlog, maar we hebben gewoon een zeer informatieve video genaamd de drie grootste beginnersfouten, de drie grootste beginners fitnessfouten. Een aantal fouten die ik 13 jaar geleden maakte en natuurlijk een aantal fouten die ik hier in de studio heel vaak tegenkom wanneer mensen net lid worden of simpelweg gewoon net beginnen met fitness. En fout nummer 1, dat is dat veel mensen veel te ingewikkelde oefeningen doen of willen gaan doen, zeker wanneer ze hier lid worden. Dan krijg ik bijvoorbeeld de vraag: Raymond, ik heb hier een single leg kettlebell deadlift en ik wil er een elastiek bij doen, want ik heb dat van een of andere Instagrammer of iets dergelijks gezien. En dat schijnt goed te zijn voor de glutes, voor de billen. En om die mensen dus weer van die oefening af te praten, valt niet altijd mee. Kijk, zo'n oefening is leuk, hij is goed om te doen, het is niet eens zozeer een zeer slechte oefening. Maar als je net begint met fitness, dan is het goed uitvoeren van die oefening vrijwel onmogelijk. Ja, je kunt wel gaan staan en een kettlebell deadlift gaan doen, zeker met een banded kettlebell deadlift. Alleen, dat is voor een beginner op dat moment niet de juiste en de meest efficiënte trainingsmethode. Als je als beginner zijnde op één been gaat staan, dan mis je stabiliteit. Dus de spanning van die spieren, zeker in de hamstrings, de billen, sowieso de hele de posterior chain, de achterkant van het lichaam, die wisselt nogal. Die spanning is niet continu. Die zit op die kuiten, op die hamstrings en die blijft niet mooi, consequent aangespannen. En wanneer ze dan zo'n oefening gaan doen, gaat dus die spanning alle kanten op. Mede dat ze gewoon erg instabiel zijn en dat ze ook niet weten hoe ze één spier simpelweg gewoon aan kunnen spreken. Zoals bijvoorbeeld een bicep hard kunnen aanspreken, kunnen heel veel mensen aan het begin met hun hamstrings nog niet. Wat je dan wel moet doen als beginner is eigenlijk dus niet van die heel ingewikkelde oefeningen. Maar om bij deze single leg kettlebell deadlift te blijven, kun je bijvoorbeeld een straight leg deadlift doen. Dat je gewoon simpelweg in de rechtopstaande positie start. En dat je met de barbel naar voren gaat buigen. En dat je voelt of er spanning komt op je hamstrings. En dan eerst maar eens kijkt of je omhoog kan komen, je billen aan kan spannen, je hamstrings aan kan spannen. En dan besef kweken van, hey, ik krijg nou hier zitten mijn hamstrings, ik kan hier spanning ophouden. Hoppakee, na die oefeningen normale deadlifts gaan doen en ooit in een ver stadium, dan komen pas zulke ingewikkelde oefeningen van pas. Veelgemaakte fout nummer 2, dat is te veel. Eigenlijk simpele oefeningen. Als mensen hier lid worden, dan hoor ik heel vaak: Raymond, ik wil mijn biceps trainen met een barbell bicep curl. Of we gaan onze triceps trainen. Want die oefening voel ik heel erg, dus hij zal wel goed zijn. Zeker waar, de oefening is wel goed, alleen het is niet het meest efficiënte op het moment dat je net begint met fitness of net een jaartje bezig bent met fitness. Je kunt beter grote compound oefeningen doen. Dus dat betekent bijvoorbeeld bankdrukken. En dat voorbeeld zal ik nog eens een beter voorbeeld bijgeven. Stel je voor, jij begint met bankdrukken. En je bent aan het bankdrukken. En de main mover is de voorste deltoid, de schouderkop. De borst natuurlijk en de triceps. Die leveren de kracht. Dus je bent aan het bankdrukken. En op een gegeven moment push je helemaal tot het einde. Je bent bezig en bezig. En op dat moment sta je triceps die staan in de fik. Die kunnen niet meer. Terwijl er nog genoeg energie in je borst zit. Dat betekent dus dat jouw borst meer energie kan leveren dan je triceps. Maar je zwakste schakel tijdens het bankdrukken is dus je borst. Die is nog niet leeg. Dan zou het nuttig kunnen zijn dat we zeggen: oké, we doen na het bankdrukken doen we een isolatieoefening voor de borst. Om die echt nog volledig leeg te maken. Stel je voor, je zou het andersom doen. Je bent beginner en je denkt: nou, een tricep cable pushdown op een kabelmachine vind ik een fijne oefening. En die doe je eerst. Dan maak je dus je triceps, die eigenlijk al wat te zwak zijn, die maak je al helemaal leeg. Dan ga je daarna ook nog eens een keer bankdrukken. En die triceps die het al eerder begeven, die begeven het nog eerder. Zodat je borst op dat moment dus totaal niet leeg raakt. Dus isolatieoefeningen, die doen we altijd aan het einde van een workout, mits het van jou op toepassing is. Fout nummer 3 is werken met percentages. Als ik iets vroeger zelf deed, dan was het dit wel. Dan begon ik te googlen en dan stond er: zoek voor je squat je 1 RM op. Dus hoeveel kilo kan je maximaal 1 keer verplaatsen wanneer je squat? Dan was dat bijvoorbeeld 70 kilo en dan moest ik een hele berekening gaan maken. Je moet tussen 60-70% à 80% zitten voor spiergroei en dus dit en dat. Dat is totaal niet efficiënt als je een beginner bent. Ten eerste heb je nog niet zo lang gesquat, dus je kent de squat helemaal niet goed uit je hoofd. Dus je 1 RM die je op dat moment test
is ook niet je echte 1RM, omdat je gewoon techniek mist. En nummer 2 is dat je aan het begin zo hard vooruit schiet dat die percentages toch totaal niet kloppen. Wat zou dan wel goed zijn? Dat is natuurlijk heel erg afhankelijk van je doelstelling. Stel je voor je bent op spiermassa aan het trainen. Je volgt gewoon een 3x12 programma. Prima. Je volgt gewoon 3x12 herhalingen. Heb je wat meer energie? Doe je net wat meer? Pak je net wat meer kilo's? Ben je moe? Heb je een klote dag? Dan doe je net even iets minder. Pak je iets minder kilo's. Het gaat alleen maar om die herhaling en die percentages. Dat is aan het begin nog zo verschrikkelijk natte vingerwerk. Het klopt toch niet. En veelgemaakte fout nummer 4. Die wil ik eens aan jullie vragen. Wat is jullie grootste en een fout waar je misschien wel voor schaamt? Of misschien wel dat je zegt, Raymond, dit moeten de andere mensen op dit kanaal echt weten. Wat is jouw grootgemaakte fout? Vond je dit nou een leuke video? Neem eens een kijkje op mijn kanaal. Dan kan je natuurlijk ook abonneren. Dit was Raymond Schultz, totestreng.nl. Ignite your fire and grow stronger.